Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 23, My Team Career Mode. Mijn naam is Jan Traven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 24 in Hongarije. Heb je die vorige video gemist? Zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien? Dat kan recht voor het i'tje. Klik erop en zet die aflevering verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben jij nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneer je vooral voor meer wekelijkse My Team Career Mode content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. En volg me ook even op de sociale media. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Hongarije is nogal een lastig circuit. Inhalen gaat dan nogal moeilijk. Dus ik verwacht een lastige race. Even kijken wat we nog voor updates hebben binnengehaald. Of wat we nog kunnen gaan kopen. Eentje van de power unit is binnen. Er komen nog 3 belangrijke updates eraan. En in Frankrijk hadden we weer belangrijke punten binnengehaald. Kijken wat we kunnen gaan doen in Hongarije. Daar gaan we dan voor de kwalificatie. Zijn we aanbeland bij Q1 en kijken wat we kunnen gaan doen in deze natte weersomstandigheden. Volwets eronder geschoven door iedereen op de baan. Hevige regen dus op het circuit. Aan het einde van Q1 kan het wat lichter gaan worden. Dus dat betekent intermediates eronder geschoven. Mocht dat zo zijn. Goed, nog ongeveer een kwartier op de klok. 15 minuten dus. En kijken wat we kunnen gaan doen in Q1. Het aanremmen naar de eerste bocht verloopt wat voorzichtig. Groen in sector 1 en 2 en Perez laat de snelste tijd noteren. En dan komen we aan bij het einde van mijn eerste run in Q1. En dan laten wij een vierde tijd noteren met een 1:36.874. We gaan er gelijk een tweede runner achteraan plakken, want de baan wordt alsmaar sneller en sneller. En daar hebben we nog voldoende brandstof voor over. Daar wat te wijd. Goed, geeft niks. Zetten de snelste sectortijd neer. En dat is heel goed. Groen is sector 2. We zijn ongeveer een tiende sneller, want we verliezen wat op het laatste deel van de baan. Uitkomen laatste bocht en dat is nog steeds een vijfde positie, maar wel een verbetering van tijd. Einde van Q1 en we zijn aanbeland op de intermediates. De baan is sneller geworden, de regen is verminderd. En we doen het hier rustig aan omdat iedereen nu naar buiten is voor zijn outlap. Wij willen daar zo min mogelijk last van hebben. Dus dan doen we het maar gewoon zo. We gaan dus onze laatste run in op de Hungaroring, op de intermediates. Op dit moment een 12e positie. Schiet er daar helaas wat door onderstuur en de auto moeten corrigeren. Hier gaat het dan helaas mis op de exit en deze rondetijd is gewoon helemaal weggegooid. Dat betekent uithuilen en overnieuw beginnen. Dus ja, helaas. Hebben we gelukkig nog voldoende tijd om een tweede run te doen op de intermediates. Sainz en Verschoor zitten wel achter ons. Maar goed, dat geeft niks. Sainz gaat zometeen een tijd laten noteren die zeker, denk ik, de snelste tijd is. Jazeker, snelste tijd voor Sainz. En wij gaan het dus nu proberen. Poging nummer 2 op de intermediates. Gaat hier wel goed, jazeker. Zijn wel helaas 14e langzamer dan onze tijd op de full wets. Dus moeten nog ergens iets zien te vinden. Vlag hangt uit en zijn ongeveer 3/10 sneller dan onze tijd op de full wets. Laatste positie voorlopig op onze naam. Verschoor op P21, De Vries op P20. Waar komen wij zo meteen te staan? Pakken hier ruim 17e, dan op de exit proberen nog wat tijd goed te maken.
En dat betekent dat wij helaas stranden in Q1 op een 21ste positie. Helaas, Verstappen snelst in Q1. Webber 17e pakt ons weer in de kwalificatie en wij helaas teleur op een 21ste positie. Het is wat het is. Jammer van de kwalificatie. Op naar de race en kijken wat dat dan gaat worden. Daar gaan we dan. It's race day in Budapest as we get ready for another round of Formula One action. It's tight, it's technical. Some drivers love it, some drivers find it a challenge. Either way, there's been so much drama in the last couple of years at the Hungarian Grand Prix. 14 corners then for our drivers to navigate at the 2.7-mile Hungaroring today. It's 6 lefts and 8 rights to comprise a lap here, with an average speed around 120 miles an hour. And the final corner, a favourite of Esteban Ocon, given that he exited it and won his first Grand Prix here. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. What a qualifying yesterday for George Russell. He'll start today's race from pole position, and it's Lewis Hamilton alongside. Moving on to the rest of the grid, we have Perez, Norris, Oscar Piastri, Sainz, Leclerc, Gasly, Albon, Stroll, Magnussen, Ocon, Verstappen, Bottas, Hülkenberg, Joe, Webber, Sargeant, De Vries, The Professor, Richard Vershaw, and Yuki Tsunoda. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track where preparations are underway. With me today, of course, is Natalie Pinkham. Let's talk about the Professor. What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within the team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do. And that has definitely contributed to the performances we've seen. Zijn we inmiddels aanbeland bij de race. Kijken wat we kunnen gaan doen vanaf een P21. Of P20, volgens mij heeft iemand een grid penalty gepakt. Weet ik niet zeker. Geen regen verwacht. We gaan soft medium doen. En dan gaan we gewoon beginnen voor de formatieronde. We starten op een P20 omdat Tsunoda een penalty heeft gepakt. Plekje omhoog geschoven. Dat is goed om te zien. We komen in ieder geval goed weg van onze positie. En nu is het gewoon de banden en de remmen opwarmen. En dan gaan we zo meteen beginnen voor de race in Hongarije. Kijken wat we kunnen gaan doen. Geen regen voorspeld. Dus dat is goed om te zien. En komen keurig in onze positie terecht. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 24 van F1 23. My Team Caremo. De lampen voor de grote prijs van Hongarije zijn uit en we zijn onderweg. En komen prima weg. Sargeant al heel slecht weg. En die hebben we al gepasseerd. Ook Hülkenberg en Verschoor. En De Vries bedoel ik zijn goed weg. Daar aan de binnenkant van Zhou. Heel veel jongens remmen daar extreem vroeg. En kunnen daar al gelijk Gasly misschien inhalen. Nee, worden op het gras geduwd door de Fransman. En Webber zit naast ons en pakt die positie weer terug. Wij kunnen daar helaas helemaal niks. En is het een 14e positie op onze naam. Op dit moment nog steeds een 14e positie. Webber zit een beetje klem achter Gasly. Zitten we in ronde nummer 2 van de race als Magheber al is weggereden. En daar zit dan Valtteri Bottas te kijken voor een aanval. Lukt daar net niet. Verstappen op een P16. En DRS is ingeschakeld. Max valt aan bij Valtteri Bottas. En is er voorbij. Webber rijdt al gauw 1,5 seconden van ons weg.
en gooi daar de overtakeknop aan. Onder nummer 4 als Mark Webber inmiddels 2,5 seconden is weggereden. Daar een klein foutje en raken de wereldkampioen helaas op de voorvleugel. Geen schade bij hem, ook geen schade bij ons. En hij binnen wel DRS. Maar Verstappen, zijn auto is sneller. Zit te kijken aan de buitenkant. Kan daar net niet van profiteren. En hebben we daar weer DRS. Dat is goed om te zien. Dat is ons verdedigingstactiek. Om ervoor te zorgen dat Max niet bij ons kan aanvallen door die DRS te krijgen van de landgenoot. We moeten even oppassen dat we niet te ver Verstappen gaan vertragen. Anders kan ook Valtteri Bottas mee aanvallen. Gat naar Webber inmiddels opgelopen tot 3,4 seconden. En hier kan Verstappen helemaal niks. Onder nummer 12 is het inmiddels als Lewis Hamilton is aangedrongen. De Leclerc rijdt voor ons en wij duiken naar binnen voor onze laatste pitstop van de dag. Gaan naar de medium band, maar Webber duikt naar binnen. Dus we moeten een ronde langer doorrijden helaas. Wat kan Lewis Hamilton op diverse medium banden? Is gewoon sneller. Blokkeren hem daar. En daar zit Sainz. Uitkomen pitstraat. Gaat voor P7. Maar we hebben helaas geen DRS. Banden geven het gewoon op. En Webber is weer terug het asfalt op gestuurd. Nog steeds Lewis Hamilton achter ons. Op die mediumband. En dan duiken we naar binnen in ronde nummer 13. Hamilton heeft heel veel tijd verloren. Omdat hij niet kon aanvallen. Sainz is gewoon helemaal weggereden bij hem. Dus ik ben benieuwd hoe dat dan gaat lopen. Verstappen moet volgens mij naar binnen of is al naar binnen gedoken. Geen idee waar hij rijdt. Ik denk nog vooraan. Hij moet dus nog naar binnen. Mooi. Pitstop. 2,3. Een prima pitstop dus. En komen achter Mark Webber weer de baan op. En Valtteri Bottas. En Nico Hülkenberg. Doorwezen naar een 16e positie. Moeten de Duitser nu dus zien in te halen. En die gaat het gevecht volgens mij aan. Weer met Valtteri Bottas. En die kennen wij. Want daar hebben we al eerder een gevecht mee gehad. Sargeant rijdt op 1,2 seconden van ons. En daar hebben wij dus Valtteri Bottas. Omdat Nico Hülkenberg hem heeft gepasseerd. Voor P14. Nu is het gewoon een kwestie van tijd totdat wij Bottas gaan inhalen. Een gele vlag in sector 1. We vallen Bottas daaraan. Zijn er voorbij? Jazeker. Een Williams rijder was volgens mij gespind. Nee, sorry, Ocon heeft iets meegemaakt. Hülkenberg rijdt voor ons. Ocon heeft dus denk ik een touché gekregen. Daar is iets mee gebeurd. Ik heb helaas geen herhaling daarvan. We hebben dus naar binnen gedoken. En wij komen dus mooi voor de Australië weer de baan op. Hülkenberg gaat verdedigen in bocht nummer 1. Kunnen wij de langere weg nemen misschien? Jazeker. En dat is P13. We gaan daar wel een beetje wijd. Hülkenberg pakt ons terug. Touché op de sidepod van Nico Hülkenberg. Maar goed, dat geeft niks. Nu een beetje verdedigen. En nu op naar Esteban Ocon. Als we dat nog gaan redden. Want die Alpine is gewoon vele malen sneller dan onze auto. Einde ronde nummer 24. Daar gaan we een beetje te wijd. En de score is achter ons beland. Rijdend op een P14. Wat kan hij nog? Laatste ronde loopt. En wij gaan verdedigen. Verschoor naar de buitenkant. Lukt daar niet.
flink moment overstuur op de exit. Die medium banden gaan eraan of zijn er al aan. Lando Norris gaat hier de wedstrijd winnen volgens mij. Doet hij goed. Houdt George Russell op achterstand. Wij moeten Verschoor nog even zien af te stoppen. Zodat wij als 13e gaan finishen. Lando Norris, winnaar van de grote prijs van Hongarije. Doet hij goed. Pakt belangrijke punten ook voor de constructeurs bij McLaren. Wij nog even Verschoor hier proberen af te remmen. Zodat misschien Nico Hulkenberg nog een kans maakt voor een aanval. Ocon dus voor ons gefinished. Maar Verschoor kan er niet langs. Richard Verschoor komt helaas kort. Wij gaan hier als 13e eindigen. Een prima race. Goed gedaan. Geen punten, maar dat geeft niks. Mogen tevreden zijn, vind ik. Hebben Max Verstappen ook mooi afgetroefd in de wedstrijd. Dat is goed om te zien. En is het op naar de volgende wedstrijd. Okay, pick up rubber and bring it home. There'll be smiles at the factory after that one. A great race and a real team performance to take victory here in Hungary. Natalie, fill us in. What was it that helped the team achieve their success today? I want to know if that was as easy as it looked. An absolute masterclass today. Our winning drivers are on their way to the podium right now. It's been a fantastic race for McLaren, that's for sure. And no doubt, they'll be celebrating tonight. Nou, hier ben dan dus eigenlijk van de wedstrijd. Lando Norris wint de grote prijs van Hongarije. George Russell naar P2. Perez pakt het laatste podium. Piastri 4. Leclerc 5. Sainz 6. Hamilton 7. Met als snelste race onder punt. Stroll 8. Magnussen 9. En Alexander Albon op P10. Wij dus naar een P13. Verstappen teleurstellend op een P19. Vertrok ook van een P15 helaas. Dus dat is jammer voor hem. 12 punten verschil met Russell en Hamilton. Wij dus 10e in het coureursklassement en nog steeds 6e in het constructeurskampioenschap. Dat is goed om te zien. Hebben een ruime voorsprong naar Alexander Albon. Dus het verloopt allemaal goed in het tweede seizoen. Team McLean, level 19. Het team, level 15. Mijzelf, level 13. Webber. Helaas van één sponsor niet de inkomsten binnengehaald. Twee daarvan wel. Ik heb helaas 10k laten liggen. Dus in totaal hebben wij nu 10,97 miljoen dollar. Goed om te zien. Daarmee kunnen we het contract met Webber gaan openbreken. Jazeker, maar goed, dat zien we allemaal in de volgende video. Ik ga deze aflevering in ieder geval afsluiten, mensen. Ik hoop je genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, bloot dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. Ben je trouwens nieuw op mijn gamekanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1-23 My Team Career Mode content. En schakel ook gelijk dat belletje aan. Zodat je geen enkele race meer van mij mist. En volg me ook even op de sociale media. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Dit was het dan, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ga verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.